sta hier vandaag met Fabiola van Banca Honing. Hoi. Hallo, hallo. Nou, leuk dat we eventjes met je in gesprek kunnen gaan. Kun je misschien vertellen, hoe is Banca Honing eigenlijk ontstaan? Nou, wij zijn 5 jaar geleden begonnen met de bijen. Toen wij dachten, nou, we moeten een andere hobby samen hebben. En dan hebben we in Duitsland 3 maanden lang een cursus gevolgd. Dat was begin 2015. En toen wij klaar waren met die cursus, gingen we meteen ons eerste volk open. Nou, Fabiola, leuk dat we hier even binnen bij je zitten. Kun je misschien vertellen, waar kijken we allemaal naar? Nou, wat ik al zei, de bijen die hadden halt honing, was en propolis. En stalfmeel. En wij gebruiken halt honing. Dat is eigenlijk de honing nog niet afgevuld. En dat is dan de honing die al iets ouder is, die al gekristalliseerd is. Hè? Normaal gesproken heb je honing die in een vloeibare vorm, zo kan je ze ook winnen. En dan ga je dan uit de raden, uit de honingraden uithalen en dan ga je zeven. En vervolgens vul je dat dan in glazen af. Ja, en omdat wij dat alles per hand doen, hè, je hebt halt die optie ook dat met een slinger te doen, dat je die raden indoet en dann wordt de honing uitgeslingerd. Daardoor heb je minder was, maar door onze methode hebben wij halt ook heel veel was, die wij dan nog moeten ja, verwerken. En naja, dan dachten wir eigentlich, wir gaan kaarsen maken. En voor kerst of zo is het heel leuk geweest. Maar ja, nu als nog iemand jarig is of zo, gaan wir die ook nog gebruiken. Maar we kijken altijd zo'n beetje in de omgeving wat nog met bijen was gedaan kan worden. En daar kwam ik dan mal op televisie tegen dat je met gewone katoenen doeken. Als je die in bijen was drankt. En ook zo dat je ze, ja, dat er niet te veel, niet te weinig is, eigenlijk niet precies goed is, dat je deze doeken dan kunt gebruiken als vervanging voor folie. Hè? Okay. Ja. Dus binnenkort kunnen we al deze producten en de doeken ook hier vinden? Ja, nou, die dingen die verkoop ik al op de markt, op de korenmarkt, en die woensdags hier is. Ja. Oké, okay, nou hartelijk dank. Ja. En onthoud hem, hè? Banca Honing in de Bankastraat.